Goedemorgen iedereen, of voor mij is het in ieder geval goedemorgen. Het is op dit moment 2:15. Ik heb de slaap bijna uit mijn ogen gevreven en ik sta op het punt om te vertrekken. Mijn moeder staat nu onder de douche. Ik moet nog even mijn haren kammen. Nee, maar zoals je misschien wel hoort, ik heb een korte nacht gehad. Het waren een paar uurtjes. Maar ik ben klaar om te vertrekken. Zoals je ziet, ik heb hier mijn koffer. Ik heb mijn kleine koffer. Deze neem ik mee in het vliegtuig. Daar heb ik echt spullen in die ik niet direct nodig heb. Maar wel bij me heb in ieder geval. Heb ik natuurlijk mijn grote koffer. Het is nog best knap, moet ik zeggen. Ik heb namelijk echt voor 23 kilo heb ik ingepakt. Nou ja, misschien was het iets van 21 kilo. Maar dat is gelukt. En mijn rugtas die staat ook klaar om mee te nemen. En dan vertrekken we zo richting Schiphol. Het is eigenlijk al begonnen, maar we zijn er bijna. Goedemorgen, het is bijna 8:30 en we gaan zo beginnen met de eerste lesdag. Het is heel vroeg, we hebben net ons ontbijt achter de kiezen, wat echt heel snel ging en we moesten ons haasten, want we waren bijna te laat. Maar ik heb lekker geslapen vannacht. Het was wel lawaaierig, want ja, je zit in New York, dus je hebt politiewagens, je hebt brandweerwagens, dus alles tussendoor. Ik ben nog wel wakker 's nachts, dat ik dacht, waar ben ik? Maar ik ben er en de dag gaat zo beginnen, dus we zullen het zien. Goedemorgen, mijn stem, mijn excuus voor mijn stem. Ik denk dat ik gisteren een beetje te veel wind erop heb laten staan. Ik was gisteren aan Empire State Building en foto's daarvan kun je wel op mijn Instagram kijken. Maar het is vrijdagochtend. Het is nu 7:30. En het is vandaag eigenlijk de dag om naar mijn gastgezin te gaan. Mijn huisgenootje is gisteren al vertrokken naar een gastgezin. Dus ik had gisteravond de kamer helemaal voor mezelf. Afgelopen dagen heb ik niet zoveel van me laten horen. Op mijn Facebook. Op mijn social media. Want het was behoorlijk druk. We hebben les gehad van 8:30 tot 5:00. En daarna was het, in ieder geval gisteren hadden we dan een tour. En woensdagavond hadden we een tour. En gisteren hadden we ook allemaal dingen te doen. We wilden eten, we wilden Empire State Building op. En ja, zoals Amerikanen al zeggen, time is money. En voor je het weet is de dag alweer voorbij en dan zit ik weer in de hotelkamer. En meestal was het rond 9:00, 10:00 dat ik weer terug was. Maar vandaag is dus de dag dat ik ga vertrekken. Ik heb alles al ingepakt en ik doe mijn gordijnen open. En wat blijkt? Oh, het ziet er niet zo goed nu, maar het sneeuwt. Volgens mij kunnen het niet gezien op de video, maar het sneeuwt. En nou baalde ik al een beetje, want het was de hele week was het het was wel koud. Woensdag hadden we regen. We hebben ook in de regen die tour gedaan. Dat was heel leuk. Niet. Maar ze hadden wel voorspeld dat het zou sneeuwen. Maar ik hou mijn hart vast. Want ik heb echt geen zin. Ik moet in de bus gaan zitten voor 4:00. Ik moet om 10:45 moet ik de bus hebben. En ik hoopte eigenlijk dat het niet zo zou gaan sneeuwen. Want ik hou niet zo van rijden in de sneeuw.
En dan weet ik dat misschien New Yorkers daar wel ervaring mee hebben, maar ik totaal niet. En het feit dat ik zelf niet eens rijd, dat maakt het nog een beetje enger. Maar we zullen zien hoe dat gaat lopen. En dan horen jullie wel weer van mij. Maar hoe het met me gaat, ik ben best wel, het is best vermoeiend deze afgelopen dagen. Ook al vreemd, we hebben een groepje gehad van 13 au-pairs, allemaal meiden. En je hebt eigenlijk de afgelopen dagen, de eerste dagen heb je met hen gespendeerd. En nu gaat iedereen zijn eigen kant op, zo van tot ooit misschien. Dus dat is best lastig om afscheid te nemen. Ik heb gisteren afscheid genomen van sowieso de Nederlandse meiden. Die zijn al vertrokken. Twee zijn vannacht vertrokken en twee zijn gisteravond vertrokken. Dus ik ben de laatste Nederlandse die nog in het hotel zit. Ik ga zo wel naar beneden. Ik heb afgesproken met nog een paar andere au-pairs die er ook nog zijn en die ook straks vertrekken. Ik heb het leuk gehad. Ik had wel een aantal realisatiemomentjes als ik alleen in mijn hotelkamer zat, dat ik dacht, wat doe ik hier en waarom ben ik alleen in New York en oh mijn god, waarom heb ik dit gekozen? Maar dat is volkomen normaal natuurlijk en dat zijn gewoon momentjes waarop ik even besef waar ik voor heb gekozen. Maar gelukkig, weet je kan zo makkelijk met elkaar in contact komen. Dan probeer ik dat wel een beetje te beperken, want als ik iedere dag zou FaceTimen en iedere dag contact zou hebben met thuis, dan dan wordt het natuurlijk ook niet makkelijker om, je weet wel, om zeg maar je leven hier te leiden. Maar ik heb het eigenlijk best leuk gehad de afgelopen dagen. De lessen waren leuk, ik heb geleerd om te reanimeren. Hey. Dus ik ben nu officieel gequalified om kinderen en volwassenen te reanimeren. Je weet maar nooit, ik hoop niet dat ik het ooit hoef te gebruiken, maar mocht het zo zijn dat het moet worden gebruikt, dan ben ik degene die dat zou kunnen doen. Verder. Ik ga dus vandaag mijn gastgezin ontmoeten. Ik ben hartstikke, ik weet het eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk nog een beetje stabiel. Ik weet niet hoe het straks in de bus is of als ik uit ben gestapt. Ik ben ook heel benieuwd bij de bus gekomen. Ze zei van Inter Exchange, Kate, dat is dan onze participant manager. Die zei al van, het is maar een $10 taxi vandaan, want ik zou anders vier bloks moeten lopen met twee koffers. Ik zie dat niet echt zitten, vooral omdat het nu ook sneeuwt. Kijk, als het ook droog was, had ik misschien nog gezegd, ik ga wel lopen. Maar het is mijn 5 à 10 minuutjes met de taxi. Dus ik denk dat ik gewoon met de taxi ga. En heb ik in ieder geval ook nog met de taxi gereden in New York. Ja, dus we zullen straks zien. En jullie horen snel weer van mij. Ik ga zo de laatste dingen in mijn koffer inpakken. Ja, gaat hartstikke goed. En dan ga ik zo naar het ontbijt. We krijgen gewoon ontbijt vanuit het hotel, dus ik moet wel mijn mooie kaart meenemen. En dan zien we verder. Ik ga de dag beginnen, dus ik zie jullie wel weer.